Morgen, meneer Grijpstra. Morgen, dames. Dankjewel. Dat is Jan. Morgen, meneer Grijpstra. Ach, dan heb ik weer geen geld bij me. De volgende week, Marijn. Je bent een schat, Marijke. Hoi, alles goed? Tante Mari? Tante Mari? Tante? Tante Mari. Tante Mali? Toen ik klein was, toen zei ik altijd tante Mali. Ik heet eigenlijk Amalia. Ik vond het zo leuk. Het is zo gebleven. Dat is de zus van mijn moeder. Mijn moeder zalige. Verstoten door de hele familie, maar begrijp je wel. Mijn lievelingstante dus. En elke week een saucijzenbroodje. Had ik de mijne al op, dan zei ze, ah joh, neem die andere ook. Heb je enig idee? Kluisje is leeggehaald. Dit is een ouderwets sieradendoosje. Vol met oud goud. Oeh, lelijk, maar wel een hoop geld waard. Opengebroken? Er zat zo'n sleuteltje aan de kettingkeer. Lekker veilig. Vaak tegen gezegd, doe dat nou niet. Maar ja, eigenwijs als de nacht. Een bekende dus. Maar ja, als je weet waar dat sleuteltje is. Oh ja, natuurlijk, een bekende. Zeg, cadeau zo op. Kijk even of dat er hier nog gepensioneerde roofmoordenaars rondlopen die er gekend hebben. Hè? Maakt niet uit of dat ze seniel zijn. Oppakken die ap! Probeer ook even uit te vinden wie jou voor het laatst in leven heeft gezien. Dankjewel. Nou, is die zogenaamde bekende van jou, hè? Waarom maakt hij dan zo'n rotzooi? Nou ja, misschien omdat hij naar meer zocht of omdat hij ons op een dwaalspoor wilde brengen. Zo'n lief mens.
vermoord om een paar kutkettingjes. Geloof je dan niet, man? Godverdomme, dat geloof je dan niet? De temperatuur wijst erop dat de dood ongeveer 2 uur geleden ingetreden is. Striem in de nek door verwurging. Het DNA-onderzoek zal ernstig bemoeilijkt worden omdat rechercheur Grijpstra zowel het moordwapen als het slachtoffer excessief aangeraakt heeft. Ja, ja, ja. Sorry, hoor. Sorry. Niet meer gebeuren. Bedankt. Een hele pijnlijke boodschap gaan brengen. Dit is allemaal mijn schuld. Gooi me weer in die cachot. Waarom is het allemaal uw schuld? Vraag dat maar aan Grijpstra. Nou, ik hoor het liever van u. Ze had met me moeten trouwen. Herman. Het laatste wat je nu moet doen is jezelf de schuld geven. He, daar schiet niemand iets mee op. Het is toch zo? Dan hadden we bij elkaar geweest. Was er helemaal niks gebeurd? Dan had het nog kunnen gebeuren. He? En je weet dat je hier niet mag hokken. Ja, kan de politie daar ook niet wat aan doen? Je wordt hier behandeld als een kind. Weet je dat je na 12 uur ineens je kamer uit mag? Denk je zeker dat je de hele nacht... Wanneer heeft u haar voor het laatst gezien, meneer Lodders? Bij het ontbijt, denk ik. Ja, bij het ontbijt. Op haar kamer. Ik hield echt veel van haar. Mag ik die nog een keer zien? Dat lijkt me niet verstandig, Herman. Ze doen net wat onderzoekjes bij haar. Jij hebt altijd geprobeerd mij van haar af te houden. Nou, doe je het weer. Herman, ik heb hier geen zin in. Jij denkt altijd dat ik gek ben, hè? Nou, ik ben slimmer dan jij denkt. Je vindt hem, hè? Grijp er aan. Ik doe mijn best, Herman. Is goed. Leed, hè? Ik moet bidden en smeken dat mijn verstand me niet in de steek laat als ik op zo'n leeftijd ben. Ik hoop dat de tandtapeten mijn verstand verliest als ze me daar opsluiten. Man, man, man. Ik word allemaal beroerd als je al die hulpeloosheid ziet. Ja, jij moet van de zaak af. Het is familie. Wat nou familie? Dat is mijn tante. Dat lijkt me geen probleem. Is toch ook familie? Rines? Ik heb jouw verjaardagsgedoodje ademloos bekeken. Ja, die Japanse prenten. Vlakverdeling, lijnvoering, is mooi, hè? Ja, Kamasutra was me goed bevallen, maar dit heeft echt mijn ogen geopend. Ja, ja, er zit meer in zin dan alleen mediteren. Je hebt ook alles in praktijk gebracht, neem ik aan. als jij nog een plaatje hebt in je balboekje, dan moet ik het daar misschien een keer over hebben. Wat, ik afspreken? Met jou? Ja. Nou, dan zeg je het toch weer af. Nee, nee, nee. Deze keer niet, echt niet. Oké, ik zal kijken of ik nog een plaatsje heb. Oké. Okay. Wel gespannen af. Ja. Dat geeft niks. Het is erg lastig goed zicht te krijgen op de in- en uitgaande bewegingen bij de PD ten tijde van de moord. Rines, heb jij enig idee waar hij het over heeft? Ja hoor, hij is niet opgeschoten. Ik bedoel, er is geen duidelijk deurbeleid. Hebben we het nou over hetzelfde of kwam jij gisteren de disco niet in? Iedereen loopt daar naar binnen en naar buiten. Het is geen officiële portier, het bezoek hoeft zich niet te legitimeren. Dus niemand heeft verdacht volk in en uit zien gaan? Ja. En personeel? Wie heeft tante Mali voor het laatst gezien? Ah. Daar wil ik het met jullie over hebben. Kom op dan, Cardozo. Vraag eens anders belangrijk doen. Ik heb een verpleegster, of een verzorgster, of hoe je het ook wil noemen, gesproken. Een Hannie Leeuwenberg.
En zij zegt dat ze Grijpstra's tante om 10 uur de ochtend koffie heeft gegeven en dat er nog niks aan de hand was. Maar ik heb een getuige die beweert dat ze Hanny om 10:30 de PD heeft zien verlaten, totaal over de rooien. Hanny liep bijna door haar heen, maar ze scheen dat niet eens te merken. Ik denk dat we beet hebben. Wil ik voor me zitten? Sorry? Je hebt het toch wel meteen meegenomen, hè? Nee, nog niet. Even je werk doen, alsjeblieft. Heren, lopen jullie even mee? Ik heb juist van een en ander gehoord, adjudant. Een oprechte deelneming. Dank u wel. Vanaf nu leidt de gier dit onderzoek. Zoals je tante. Je hebt op PD overal met je handen aangezeten. Voor een beetje advocaat een schot voor open doel. Als je er nu afgaat, kunnen we de schade nog enigszins beperken. Het is mijn tante, niet mijn moeder. En dat is geen familie. Ja, is goed, doet de Gerrit. Ik mag me er nog wel een beetje mee bemoeien. Als je maar in de gaten houdt waar je grenzen liggen. Je kunt gewoon niks goed doen. En gisterochtend hield u het niet meer? Dat gebeurt soms, ja. Maar ik kan wel wat hebben, hoor. Ja, nee, dat geloof ik wel. Alleen is er een getuige die zegt dat u helemaal over de rooie was. U weet niet hoe het daartoe gaat. Alleen maar zeuren en pestig de hele dag. En bij Mali was het deze keer weer de koffie. God, er knapt iets bij me. Ja, met dodelijke afloop. Natuurlijk niet. U bent toch haar neef? Ja, tegen u zal ze ongetwijfeld poeslief geweest zijn. Maar ze kon er wat van, hoor. Ja, u was dus geïrriteerd over dat gezuigen, dat getreiter met die koffie. En wat deed u toen? Ja, wat moet je doen? Ik kan ze moeilijk een pak rammel geven. Nou ja, ze doen het ook niet expres. Ik heb haar geprobeerd duidelijk te maken dat het niet allemaal van één kant kan komen. Ze lachte me in mijn gezicht uit. En toen ben ik kwaad weggelopen. Dan mag het alsjeblieft. En toen bent u meteen maar naar huis gegaan. Hè? Terwijl u eigenlijk de hele dag nog moest werken. Mijn zoon die is gewoon ernstig ziek. En ik besefte na die ruzie opeens dat ik hem eigenlijk helemaal niet alleen had mogen laten. Ja, ja, ja. Uw kinderen? Ja. Dus u begrijpt het. Nou, u heeft het niet gedaan. Toch? Heeft u enig idee wie dan wel? Hij vraagt enig idee wie dan wel? Nee. Mag ik alsjeblieft gaan? Ik voel me hier nogal ongemakkelijk. Ja, gaat u maar. Ze weet meer. Lijkt me alsof ze iemand dekt. Wie heeft het gedaan? Als een binnenvetter helemaal ontploft, nou... Ja, het zou lekker makkelijk zijn, hè? Ja, snelle bekentenis, hup, door. Ja, alleen zo gaat het bijna nooit. Het is mijn onderzoek. Ik stel de vragen. Ja. Ja, en ik alle vragen. Nou, dit TR kon weinig met het kluisje. Waarschijnlijk 3 typen vingerafdrukken, maar 1 grote hutspot. Behalve de vingerafdrukken van adjudant Grijpstra dan all over the place. De heren waren niet blij. Goed. Nou, ik heb erg met ze te doen. Hebben ze gevonden op haar kamer? Of je het herkent als haar eigendom? Nee, ik herken dit niet als haar eigendom. Mooi. Dan kan het een aanwijzing naar de dader zijn. Gisteravond weer Cluedo gespeeld? Cadeau zo. De brigadier hier die zou het heel erg fijn vinden als jij morgenochtend de antecedenten natrekt van die verzorgster. En neem gelijk even de vingerafdrukken mee. Misschien kan die er wat mee. Morgen. Tot morgen. Heb jij er nog over nagedacht? Nagedacht? Waarover?
Nou. Oh, ja. Ik denk de hele dag aan niks anders. Ik heb donderdag nog wel een plaatsje. Oh. Zal ik een restaurantje reserveren? Iets Japans? Misschien is wel toepasselijk. Nou, kom maar naar mij. Lijkt me wel zo gezellig. Goed. Sta ik om 8:30 op de stoep? Ja. Bij jou? Ja? Op de stoep? Op de stoep. Oké. Okay. Tot morgen. Doeg. Meneer de Geer, ik wil u nog iets zeggen. Nou, komt u maar even zitten. Mali, die kreeg de laatste tijd wel eens bezoek van een jonge man. Ik heb hem wel eens zien lopen, zo in de verte. Ze gaf hem wel eens wat geld, zei ze. En ze had het met hem te doen. En ze was van plan om sieraden te belenen. Nou, ik heb natuurlijk gezegd dat ze uit moest kijken, maar... Ik wilde eigenlijk de directie waarschuwen, omdat ik het niet vertrouwde, maar door de drukte was er nog niet van gekomen. Hoe zag die jongen eruit? Ja, een junkachtig type. Slordig, je kent het wel, met zo'n capuchon op. Waarom heeft u dat net niet gezegd? Nee, ik durfde het niet. Mali had meerdere keren gezegd dat meneer Grijpstra het niet mocht weten. Die jongen... Dat is een weggelopen zoon. Nou, slim. Had ik ook gedaan als ik aan was. Ik wist dat het een loeder was, maar ze is nog veel erger dan ik dacht. Ze klonk anders behoorlijk geloofwaardig. Oh, mooi. Nou, is in ieder geval één medestander. Hè? Is precies wat ze wil. Wat bedoel je nou? Dat ze de boel belazert om de schuld af te schuiven en jij trapt daarin. Ik trap helemaal nergens in! Als dat zo was, dan had ik dat geweten. Jaren geen teken van leven. Ik weet niet eens waar hij woont, ik weet niet eens of dat hij nog wel leeft. Volgens Hanny wilde je tante niet dat jij het wist. Dat had ik gemerkt. Zoiets voel je. Oh, heb je wat gevoeld? Zeg, Rinus... Aan wiens kant sta jij eigenlijk? Zo dan niet er toch op. Wij moeten zekerheid hebben. Stel dat is zo... niet stel... waar, Rinus! Dat is niet waar! Antecedenten van onze bejaardenverzorgster. Ze is ontslagen bij de vorige werkgever, een verzorgingstehuis in Nijmegen. Verdacht van diefstal en mishandeling van een patiënt. Vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Ja. Lijkt me duidelijk. Hè? Neem aan dat je hem meteen naar het bureau laat komen. Chef? Ja, ik ga er even met Cardozo ondervragen. Is dat ook duidelijk? Mishandeling en diefstal. Dat brengt u wel in een verdachte positie. Zeg, ik ben toen vrijgesproken. Bij gebrek aan bewijs. De echte dader is nooit gepakt. Dat is mijn schuld toch niet? Zeiden wij dat? Ik denk dat wij voorlopig wel even genoeg hebben. Ik wil wel dat u zich beschikbaar houdt. Ik ben toch niet verdacht? Zo, zullen we dan nu echt beginnen? Adjudant? Rinus, ik wil alleen maar even van mevrouw weten... waarom ze denkt ongestraft mijn zoon te kunnen beschuldigen. Ik heb uw zoon... Ik moet even je kop houden. Ik heb dat rapport gelezen. Ja, dan lusten de honden geen brood van. Jij liegt. Waarom zou ik erover liegen? Ik wil dat jij die verklaring intrekt en zegt dat je je vergist hebt. Adjudant! Ik heb me niet vergist. Mali heeft het mezelf verteld. Lekker makkelijk. Ja, Mali, ik ga niks meer zeggen. Weet je wat ik denk? Ik denk dat jij haar zelf vermoord hebt voor een paar rotcenten. En dat jij denkt dat je heel slim bent. Maar toen ben je ermee weggekomen. Maar dit keer niet! Rustig, ik ga. Ik ga. Als alleen de secret het blijft. Hé, jij gaat praten! Jij gaat praten! Hé, dat kistje, waar is dat gebleven? Ik vraag je wat. Hé, dan kun je de tasje wel vasthouden, hè? Heb je er ook zo gelukkig? Druk op, man! Laat hem op, verdomme! Laat erop, man! Wat doe je nou? Nou. Hou je kop! Sorry. Niks, sorry. Je gedrag is absoluut ontoelaatbaar.
Vanaf nu houd je je er echt buiten. Zo niet, dan zet ik je op non-actief. De Gier doet deze zaak met Cardozo. Nou, liever niet, meneer. Het lijkt me beter als er een objectief team op komt. Nou. Overdrijven jullie nou niet een beetje? Weet je wat? Ik bemoei me nergens mee en Rinus die maken gewoon die zaak af. Nee. Ik ga onze samenwerking zo niet op het spel zetten. Ik laat wel een team van buiten komen. Dat lijkt me inderdaad het beste. Heren! De zaak ligt nogal gevoelig. Vandaar. Jullie kennen de collega's De Gier en Grijpstra? Hun reputatie als boven de wet staande rouwdouwers is onder ze wel bekend, commissaris. Een mooie kans om een goed voorbeeld te geven. Rechercheur van Duivenbode, uw reputatie als rechtgeaarde dienstklopper is mij ook bekend. Ik had trouwens een ander team besteld. Oh. Nou, u zult het met ons moeten doen. Ja. En nu we het daar toch over hebben. Dank je. Ja. Ik verheug me erg op onze afspraakje, Rinus. Ik ben al een beetje aan het oefenen. Ja. Dank je wel. Jo. Ze hebben wel meteen de bloedhond op ons afgestuurd. Ze heeft toch ook weer niet nodig geweest. Wie dan? Van Duivenbode en van Hal. Jezus Christus. Ze zijn de laatste die ik nodig heb. Ze zitten nu bij de commissaris. Ik ben even een blokje om. Ja. Waar ga je naartoe? In het geval dat ze je nodig hebben. Ja, dat ga ik jou dus niet zeggen, Cardozo. Want dat lul jij meteen door, hè? Ik heb even geen zin in die mannen. Duidelijk? Ik vang ze wel op. Een beetje aanpappen kan geen kwaad. Goh, Rinus. Dank je wel, hè? Ja. Heren. Collega. Goedemorgen. Hoi. Waar is Grijpstra? Ja, Cardozo. Breng jij even koffie voor de heren. Ah. Cardozo. Dubbel espresso. Maar precies hetzelfde fritje. Nou, die staat al een tijdje. Ik denk niet dat jij hem zo koud wil. Wat is er aan de hand? Hij eet niet. Is zijn schoonmoeder overleden of zo? Nee. Mijn tante. Lul. Ga dan met Van Duivenbode. Wat een aasgier toen hij hoorde dat jouw zoon er misschien mee te maken had. Ja, ik kon moeilijk achterhouden. Ze zijn nu naar het bejaardentehuis. Annie doorzagen. Heb jij het al aan mevrouw Grijpstra verteld? Ja.
durf er niet met haar over te praten, Rinus. Ik durf het niet. Hij was 17 toen hij verdween. Diefstal, drugs, dealen. We hebben van alles geprobeerd. Op een gegeven moment hebben we hem opgegeven. Nog meer moeite doen om hem te redden, dat zou zinloos geweest zijn. We gingen er een kapot. Vooral mevrouw Grijpstra. Weet je wat dat is voor beslissing? Om je zoon op te geven. Ik moet niet aan denken dat het waar is dat hij is teruggekomen en dat hij mijn tante echt heeft. Probeer nou afstand te houden. Laten we eerst gaan uitzoeken of het je zomaar is. Nee? Dat is nog helemaal niet bewezen. We moeten hem vinden. En eerder dan van Duivenboot en van Hal. Ik kan hem helpen. Ik ben zijn enige redding. Je weet helemaal niet of het hem is. Geert? Ja, dankjewel, Cardozo. We worden verwacht, vrees ik. Adjudant. Die kant, alstublieft. We zijn zo klaar. Bent u ervan op de hoogte dat uw tante, tante Mali, regelmatig werd bezocht door uw zoon? Dat geloof ik helemaal niet. Die verpleegster die beweert wel meer. Probeert gewoon de schuld af te schuiven. Komt met een vaag signalement. Er zijn verder geen getuigen. Bovendien dat mensen even strafblad. Ze komt met een aanklacht tegen u, wegens intimidatie. Herman Lodders, kent u die? De heer Lodders heeft de verklaring van verpleegster Levenberg bevestigd. Dus het klopt wel. Uw zoon kwam regelmatig langs bij uw tante. Voor geld. Nogmaals, dat had ik dan toch geweten? Nee, want volgens de verpleegster moesten die bezoekjes geheim blijven voor u. U wilt uw zoon niet zien, toch? Tenminste, dat heeft uw tante haar verteld. Mensen is onbetrouwbaar. En die Lodders, die man die is aan het dementeren. Je kan je alles in zijn mond leggen. Mij kwam die vrij helder over. Ja. Nou, dat zegt dan meer over u dan over Lodders. Bent u bereid om mee te werken aan een DNA-onderzoek? Er zijn sporen gevonden. Als we die kunnen matchen, hebben we zekerheid. Dat heeft toch geen enkele zin? Ik heb overal met mijn klauwen aangezeten. Ja, daar wouden we het ook nog even over hebben. Waarom heeft u eigenlijk de ceintuur van de hals van die tante afgehaald toen u er vond? Dat had u ook gedaan. Nee, dat was niet zomaar iemand. Waarom heeft u met uw handen aan dat kluisje gezeten? Om de sporen uit te wissen van uw zoon, misschien. U heeft alleen maar verdachten gemaakt, hoor, met uw gepruts, collega. Mag ik heel even? Dank u wel. Jullie conclusie is echt veel te voorbarig. Jullie weten dat er iemand bij Mali geweest is. Dan hoeft dat toch niet per se de zoon van Grijpstra te zijn? Het zou ook iemand kunnen zijn die zich uitgeeft voor de zoon van Grijpstra, omdat hij wist dat er iets te halen viel. Het is heel sympathiek van u, brigadier, dat u de stemming er een beetje in had. Dank u wel. Heeft u een foto van uw zoon? Nee, ik heb helemaal niks meer. Dat geloof ik niet. Nou, dat is wel waar. Ik bel mevrouw Grijpstra wel even. Ik zou het prettig vinden als mevrouw Grijpstra hier zo lang mogelijk buiten blijft. Dat bepalen wij wel, hè. Bedankt voor uw tijd. Grijpstra? Ja, Nico hier. Ik denk dat ik wat voor je heb.
Er wordt gekwaakt dat er een junk is die uit goud op de markt gooit. Waar kan ik hem vinden? Nou, beschaaf dit. Man, je hebt al genoeg gehad. Ik ga je ook voor een paar maanden laten zitten als je niet snel zegt waar die is. Dan maak je mij niet bang mee op vrijster. Luister, man, ik ben in mijn enorm klote humeur. Ik kan naar je toe komen en dan sloop ik die hele handel van je. En jou erbij! Nou, op het oude fabrieksterrein bij de houthavens. Close day. Dankjewel. Wat ga je doen? Niks. Ik moet ook die kant op. Ik doe dit liever alleen. Lijkt me geen goed idee. Laat mij nou maar. Heb je hem gevonden? Nee. Misschien. Wat is er met hem? Is hij problemen? Ik ben bang van wel. Kijk eens wat ik heb gekocht. Voor vanavond. Ik denk dat je het heel leuk zal vinden. Ja. Wat is het? Dat zal je nog wel merken. Adjudant Grijpstra heeft de hoofdverdachte in een moordzaak helpen ontsnappen. Gefeliciteerd. Jezus, wat een gelul zeg. Ik had jullie daar helemaal niet verwacht. Ik wou alleen maar helpen. Oh, sorry. Ja. Dan heb ik je vakmanschap gewoon heel erg overschat. Wat verwachtte je daar dan wel? Ik had een tip gekregen dat er een of andere gozer handelde in sieraden. Nou, dat wou ik even onderzoeken. Ja, maar je hebt niks te onderzoeken, want dit is mijn onderzoek. En de enige reden waarom je daar was, was om mijn onderzoek te saboteren, toch? Allemaal gouden hoeren. Je weet toch net zo goed als ik dat die jongen in die loods, dat het je zoon was. Trek je bek dan eens open. Nou, dat moesten we dan eerst nog maar eens bewijzen. Ja, dat waren we net mee bezig, hè? Collega, dankjewel. Ik zet meteen de zaken erop. Het spijt me verschrikkelijk voor je.
Adjudant Grijpstra is vanaf nu voor onbepaalde tijd geschorst. Dat lijkt me wel toereikend. Mooi. Ik zat er maar heel snel aan wennen, Grijpstra. Je zoon is de hoofdverdachte van de roofmoord op je tante. Ik ga geen moordenaars laten lopen, hoor. Dus ik ga hem zoeken en ik ga hem vinden. Met of zonder jouw medewerking. Is goed, joh. Mag ik even? Natuurlijk. Fijne collega. Ik geloof er gewoon helemaal niks van. Een echte Grijpstra is niet uit dat hout gesneden. Het is leuk geprobeerd. Als je ze maar beroerd genoeg opvoedt, dan komen ze vanzelf op het slechte pad. We zijn de hele nacht op afroep. Ja. Nee, het is een verrassingsinval. Ja. Nee. We hebben hele dikke die kogelvrije vesten en versterk. Ja. Ja. Dat zal ik doen. Ja, dag mevrouw Grijpstra. Daar. Zo, geregeld. Deze toestand kan je beter niet naar huis gaan. Hetty. Ja. Nee, het spijt me. Sorry, het spijt me. Ik kan nu niet. Nee. Wat? Nee, ik kan best durven. Wat denk jij nou? Nee, ik kan nu. Ik kan nu echt onmogelijk. Kan ik nu niet. Ik kan nu niet. Je moet. Nee, dan moet je gewoon niet weggooien, gewoon bewaren. Dan doen we dat gewoon een andere keer. Zet hier. Ja. Ik kan maar beter wat gaan slapen. Ja. Heb jij nou echt geen foto meer van je zoon? Of zei je dat alleen maar om van duivenboden niet te veel te helpen? Nee, we hebben helemaal niks meer. Laat rusten. Rusten. Allemaal mijn schuld. Oh,
Rustig. Allemaal mijn schuld. Dat is allemaal mijn schuld. Wel, nee. Ja, nee, nee. Dat zei Herman Lodders. Ja. Hij had al een bekentenis, maar we hebben hem niet serieus genomen. Jij zei dat je hem alles in zijn mond kon leggen en je had gelijk. Je zei tegen hem, het laatste wat jij moet doen is jezelf de schuld geven. Maar dat had je beter misschien helemaal niet kunnen zeggen. Snap je? Nee. Zijn jullie uit bed gevallen? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De regisseur De Gier, die bedacht zich opeens dat het wel waar was wat je eerst tegen ons gezegd had. U zei de vorige keer dat het allemaal uw schuld was. En u had gelijk. Ze had met u moeten trouwen, dat zei u. Mali had met u moeten trouwen, dan was er niets gebeurd. Ziet u wel? Nou weet u het weer, toch? Toen ben je naar tante Mali gegaan. Die heeft je afgewezen. En zo is het gegaan, toch, Herman? Nee. Het was die jongen. Die twee politici zeiden dat het die jongen was. Uw zoon. Ik wist van niks. Ik kende hem helemaal niet. Ik hoefde alleen maar ja te zeggen. En toen had hij het gedaan. Maar hij had het niet gedaan. Misschien was er wel helemaal geen jongen geweest. U heeft het gedaan, omdat u zoveel van Mali hield en zij niet genoeg van u. Tot de dood ons scheidt. Kent u dat? Tot de dood ons scheidt. Dan maar zo. En die rotzooi, dat kluisje. Slim, hè? Zie je vaak op tv. Je moet een dwaalspoor maken. Dan denken ze dat het een inbreker was. Waar heeft u dat kistje gelaten, meneer Lodders? Ik heb het verstopt. Ik weet alleen niet meer waar. Ik denk dat ik wel weet waar, Herman. Prima werk. Je kunt het onderzoek afsluiten. Weet je wat het is? Doorgekookte groenten. Die lucht die gaat uiteindelijk nergens meer uit. Het blijft overal inhangen. Ik kan er niet tegen. Eens zijn wij ook aan de beurt, Rinus. Ga hem zoeken. Als ik dat geld apart had gezet van die 1700 gratis sausijzenbroodjes, had ik nou een wereldreis kunnen maken. Is op!
Goed. Sta ik om 8:30 op de stoep? Ja. Bij jou? Ja. Op de stoep. Op de stoep. Oké. Tot morgen. Doeg. Meneer de Geer, ik wil u nog iets zeggen. Nou, komt u maar even zitten. Mali, die kreeg de laatste tijd wel eens bezoek van een jonge man. Ik heb hem wel eens zien lopen, zo in de verte. Ze gaf hem wel eens wat geld, zei ze. En ze had het met hem te doen. En ze was van plan om sieraden te belenen. Nou, ik heb natuurlijk gezegd dat ze uit moest kijken, maar... Ik wilde eigenlijk de directie waarschuwen, omdat ik het niet vertrouwde, maar door de drukte was er niet van gekomen. Hoe zag die jongen eruit? Ja, een junkachtig type. Slordig, u kent het wel, met zo'n capuchon op. Waarom heeft u dat net niet gezegd? Nee, ik durfde het niet. Mali had meerdere keren gezegd dat meneer Grijpstra het niet mocht weten. Die jongen... Dat is een weggelopen zoon. Nou, slim. Had ik ook gedaan als ik aan was. Ik wist dat het een loeder was, maar ze is nog veel erger dan ik dacht. Ze klonk anders behoorlijk geloofwaardig. Oh, mooi. Nou, is in ieder geval één medestander. Hè? Is precies wat ze wil. Wat bedoel je nou? Dat ze de boel belazert om de schuld af te schuiven en jij trapt daarin. Ik trap helemaal nergens in! Als dat zo was, dan had ik dat geweten. Jaren geen teken van leven. Ik weet niet eens waar hij woont, ik weet niet eens of dat hij nog wel leeft. Volgens Hanny wilde je tante niet dat jij het wist. Dat had ik gemerkt. Zoiets voel je. Oh, heb je wat gevoeld? Zeg, Rinus... Aan wiens kant sta jij eigenlijk? Zo, dan niet er toch op. Wij moeten zekerheid hebben. Stel dat is zo... niet waar, Rinus! Dat is niet waar! Antecedenten van onze bejaardenverzorgster. Ze is ontslagen bij de vorige werkgever, een verzorgingstehuis in Nijmegen. Verdacht van diefstal en mishandeling van een patiënt. Vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Nou. Lijkt me duidelijk. Huh? Neem aan dat je hem meteen naar het bureau laat komen. Chef? Ja, ik ga er even met Cardozo ondervragen. Is dat ook duidelijk? Van u, brigadier. Dat u de stemming er een beetje in had. Dank u wel. Heeft u een foto van uw zoon? Nee, ik heb helemaal niks meer. Dat geloof ik niet. Nou, dat is wel waar. Ik bel mevrouw Grijpstra wel even. Ik zou het prettig vinden als mevrouw Grijpstra hier zo lang mogelijk buiten blijft. Dat bepalen wij wel, hè. Bedankt voor uw tijd. Grijpstra. Ja, Nico hier. Ik denk dat ik wat voor je heb. Er wordt gekwaakt dat er een junk is die uit goud op de markt gooit. Waar kan ik hem vinden? Ja, wat schaaft dit? Man, je hebt al genoeg gehad. Maar ik kan je ook voor een paar maanden laten zitten als je niet snel zegt waar die is. Dan maak je mij niet bang mee op Grijpstra. Luister man, ik ben in een enorm klote humeur. Ik kan naar je toe komen en dan sloop ik die hele handel van je. Maar en jou erbij! Nou. Op het oude fabrieksterrein, bij de houthavens. Close day. Dankjewel. Wat ga je doen? Niks. Ik
moet ook die kant op. Ik doe dit liever alleen. Lijkt me geen goed idee. Laat mij nou maar. Heb je hem gevonden? Nee. Misschien. Wat is er met hem? Heeft hij problemen? Ik ben bang van wel. Kijk eens wat ik heb gekocht. Voor vanavond. Ik denk dat je het heel leuk zal vinden. Ja. Wat is het? Dat zal je nog wel merken. Grijpstra heeft de hoofdverdachte in een moordzaak helpen ontsnappen. Gefeliciteerd. Jezus, wat een gelul zeg. Had jullie daar helemaal niet verwacht? Ik kwam alleen maar helpen. Ach, sorry. Ja. Dan heb ik je vakmanschap gewoon heel erg overschat. Wat verwachtte je daar dan wel? Ik had een tip gekregen dat er een of andere gozer handelde in sieraden. Nou, dat wou ik even onderzoeken. Ja, maar je hebt niks te onderzoeken, want dit is mijn onderzoek. En de enige reden waarom je daar was, was om mijn onderzoek te saboteren, toch? Allemaal gouden hoer. Je weet toch net zo goed als ik dat die jongen in die loods, dat het je zoon was. Trek je bek dan eens open. Nou, dat moesten we dan eerst nog maar eens bewijzen. Ja, dat waren we net mee bezig, hè? Collega, dankjewel. Ik zet meteen de zaken erop. Het spijt me verschrikkelijk voor je. Adjudant Grijpstra is vanaf nu voor onbepaalde tijd geschorst. Dat lijkt me wel toereikend. Mooi. Ik zet hem maar heel snel aan Benne Grijpstra. Je zoon is de hoofdverdachte van de roofmoord op je tante. Ja, ik ga geen moordenaars laten lopen, hoor. Dus ik ga hem zoeken en ik ga hem vinden. Met of zonder jouw medewerking. Is goed, joh. Mag ik even? Tuurlijk. Fijne collega. Ach, man, ik geloof er gewoon helemaal niks van. Echte Grijpstra is niet net als hout gesneden. Is leuk geprobeerd. Als je ze maar beroerd genoeg opvoedt, dan komen ze vanzelf op het slechte pad. Waar was het dan nou, die jongen die loods? Donker. Dat was ver weg. Ik denk dat wij voorlopig wel even genoeg hebben. Ik wil wel dat u zich beschikbaar houdt. Ik ben toch niet verdacht? Zo, zullen we dan nu echt beginnen? Adjudant? Rinus, ik wil alleen maar even van mevrouw weten waarom ze denkt ongestraft mijn zoon te kunnen beschuldigen. Ik heb uw zoon helemaal niet... Je moet even je kop houden. Ik heb dat rapport gelezen. Ja, dan lusten de honden geen brood van. Jij liegt. Waarom zou ik erover liegen? Ik wil dat jij die verklaring intrekt en zegt dat je je vergist hebt. Adjudant. Ik heb me niet vergist. Mali heeft het mezelf verteld. Lekker makkelijk. Ja, Mali, ik ga niks meer zeggen. Weet je wat ik denk? Ik denk dat jij haar zelf vermoord hebt voor een paar rotcenten. En dat jij denkt dat je heel slim bent. Maar toen ben je ermee weggekomen, maar dit keer niet. Rustig, ik ga. Ik ga. Als alleen de secreter blijft. Hé, jij gaat praten. Jij gaat praten. Hé, dat kistje, waar is dat gebleven? Ik vraag je wat.
En dan kun je de tasje wel vasthouden. Hè? Heb je er ook zo gebeurd? Druk op, man! Laat hem op! Laat hem op! Wat doe je nou? Hou je kop! Sorry. Nee, sorry. Je gedrag is absoluut ontoelaatbaar. Vanaf nu houd je je er echt buiten. Zo niet, dan zet ik je op non-actief. De gier doet deze zaak met Cardozo. Nou, liever niet, meneer. Het lijkt me beter als er een objectief team op komt. Nou. Overdrijven jullie nou niet een beetje? Weet je wat? Ik bemoei me nergens mee en Rinus die maakt gewoon die zaak af. Nee. Ik ga onze samenwerking zo niet op het spel zetten. Ik laat wel een team van buiten komen. Dat lijkt me inderdaad het beste. Heren! De zaak ligt nogal gevoelig. Vandaar. Jullie kennen de collega's De Gier en Grijpstra? Hun reputatie als boven de wet staande rouwdouwers is onder ze wel bekend, commissaris. Een mooie kans om een goed voorbeeld te geven. Rechercheur van Duivenbode, uw reputatie als rechtgeaarde dienstklopper is mij ook bekend. Ik had trouwens een ander team besteld. Oh. Nou, u zult het met ons moeten doen. Ja. En nu we het daar toch over hebben. Oh. Dank je. Ja. Ik verheug me erg op onze afspraak, Jelinus. Ik ben al een. Heb jij enig idee waar hij het over heeft? Ja hoor, hij is niet opgeschoten. Nee, ik bedoel, er is geen duidelijk deurbeleid. Hebben we het nou over hetzelfde of kwam jij gisteren de disco niet in? Iedereen loopt daar naar binnen en naar buiten. Het is geen officiële portier, het bezoek hoeft zich niet te legitimeren. Dus niemand heeft verdacht volk in en uit zien gaan? Ja. En personeel? Wie heeft tante Mali voor het laatst gezien? Ah, ja. Daar wil ik het met jullie over hebben. Kom op dan, Cardozo. Vraag eens anders belangrijk doen. Ik heb een verpleegster, of een verzorgster, of hoe je het ook wil noemen, gesproken. Een Hanny Leeuwenberg. En zij zegt dat ze Grijpstra's tante om 10:00 de ochtend koffie heeft gegeven en dat er nog niks aan de hand was. Maar ik heb een getuige die beweert dat ze Hanny om 22:30 de PD heeft zien verlaten. Totaal over de rooien. Hanny liep bijna door haar heen, maar ze scheen dat niet eens te merken. Ik denk dat we beet hebben. Welk voor me zitten? Sorry? Je hebt het toch wel meteen meegenomen, hè? Nee, nog niet. Ga je even je werk doen, alsjeblieft. Heren, lopen jullie even mee? Ik heb juist van een en ander gehoord, adjudant. Een oprechte deelneming. Dank u wel. Vanaf nu leidt De Gier dit onderzoek. Zoals je tante. Je hebt op PD overal met je handen aangezeten. Voor een beetje advocaat een schot voor open doel. Als je er nu afgaat, kunnen we de schade nog enigszins beperken. Het is mijn tante, niet mijn moeder. En dat is geen familie. Ja, is goed, doet De Gier het. Ik mag me er nog wel een beetje mee bemoeien. Als je maar in de gaten houdt waar je grenzen liggen. Je kunt gewoon niks goed doen. En gisterochtend hield u het niet meer? Dat gebeurt soms, ja. Maar ik kan wel wat hebben, hoor. Ja, nee, dat geloof ik wel. Alleen is er een getuige die zegt dat u helemaal over de rooie was. U weet niet hoe het daartoe gaat. Alleen maar zeuren en pestig de hele dag. En bij Mali was het deze keer weer de koffie. God, er knapt iets bij me. Ja, met dodelijke afloop. Natuurlijk niet. U bent toch haar neef? Ja, tegen u zal ze ongetwijfeld poeslief geweest zijn. Maar ze kon er wat van, hoor. Ja, u was dus geïrriteerd over dat gezuigen, dat getreiter met die koffie. En wat deed u toen? Ja, wat moet je doen? Ik kan ze moeilijk een pak rammel geven.
doen het ook niet expres. Ik heb haar geprobeerd duidelijk te maken dat het niet allemaal van één kant kan komen. Ze lacht hem in mijn gezicht uit. En toen ben ik kwaad weggelopen. Dan mag het alsjeblieft. En toen bent u meteen maar naar huis gegaan. Hè? Terwijl u eigenlijk de hele dag nog moest werken. Mijn zoon die is gewoon ernstig ziek. En ik besefte duidelijk te maken dat het niet allemaal van één kant kan komen. Ze lacht hem in mijn gezicht uit. En toen ben ik kwaad weggelopen. Dan mag het alsjeblieft. En toen bent u meteen maar naar huis gegaan. Hè? Terwijl u eigenlijk de hele dag nog moest werken. Mijn zoon die is gewoon ernstig ziek. En ik besefte na die ruzie opeens dat ik hem eigenlijk helemaal niet alleen had mogen laten. Ja, ja. Hebt u kinderen? Ja. Dus u begrijpt het. Nou, u heeft het niet gedaan. Toch? Heeft u enig idee wie dan wel? Hij vraagt enig idee wie dan wel? Nee. Mag ik alsjeblieft gaan? Ik voel me hier nogal ongemakkelijk. Ja, gaat u maar. Ze weet meer. Lijkt me als ze iemand dekt. Wie heeft het gedaan? Als een binnenvetter helemaal ontploft, nou... Ja, zou lekker makkelijk zijn, hè? Ja, snelle bekentenis, hup, door. Ja, alleen zo gaat het bijna nooit. Het is mijn onderzoek. Ik stel de vragen. Ja. Ja, en ik, alle vragen. Nou, de TR kon weinig met het kluisje. Waarschijnlijk drie typen vingerafdrukken, maar één grote hutspot. Behalve de vingerafdrukken van adjudant Grijpstra dan all over the place. De heren waren niet blij. Gut, nou ik heb erg met ze te doen. Hebben ze gevonden op haar kamer of je het herkent als haar eigendom? Nee, ik herken dit niet als haar eigendom. Mooi, dan kan het een aanwijzing naar de dader zijn. Gisteravond weer Cluedo gespeeld? Cadeauzo, de brigadier hier die zou het heel erg fijn vinden als jij morgenochtend de antecedenten natrekt van die verzorgster. En neem gelijk even de vingerafdrukken mee. Misschien kan die er wat mee. Morgen. Tot morgen. Heb jij er nog over nagedacht? Nagedacht? Waarover? Nou. Oh, ja. Ik denk de hele dag aan niks anders. Ik heb donderdag nog wel een plaatsje. Oh. Kom nog niet. Ja, dankjewel. Zit je tante? Tante Mali. Tante Mali? Toen ik klein was, dan zei ik altijd tante Mali. Ik heet eigenlijk Amalia. Ik vond het zo leuk, dat is zo gebleven. Dat is de zus van mijn moeder. Mijn moeder zaliger. Verstoten door de hele familie, maar ja, begrijp je wel. Mijn lievelingstante dus. En elke week? Een sausijzenbroodje. Had ik de mijne al op en zei ze, ah joh, neem die andere ook. Heb je enig idee? Kluisje is leeggehaald. Dit is een ouderwets sieradendoosje. Vol met oud goud. Oeh, lelijk, maar wel een hoop geld waard. Is het opengebroken? En dat is een sleuteltje aan de kettingje. Lekker veilig. Vaak tegen de gezicht doen we dat niet. Maar ja, eigenwijs als de nacht. Een bekende dus. Maar ja, als je weet waar dat sleuteltje is. Oh ja, natuurlijk een bekende. Zeg cadeau zo op. Kijk even of dat er hier nog gepensioneerde roofmoordenaars rondlopen die er gekend hebben. Hè? Maakt niet uit of dat ze seniel zijn. Oppakken die app.
Probeer ook even uit te vinden wie jou voor het laatst in leven heeft gezien. Dankjewel. Nou, het is diezelfde naam de bekende van jou, hè? Waarom maakt hij dan zo'n rotzooi? Nou, ja, misschien omdat hij naar meer zocht of omdat hij ons op een dwaalspoor wilde brengen. Zo'n lief mens vermoord om een paar kutkettingjes. Geloof je dan niet, man? Godverdomme, dat geloof je dan niet? De temperatuur wijst erop dat de dood ongeveer 2 uur geleden ingetreden is. Striem in de nek door verwurging. Het DNA-onderzoek zal ernstig bemoeilijkt worden omdat rechercheur Grijpstra zowel het moordwapen als het slachtoffer excessief aangeraakt heeft. Ja, ja, ja. Sorry, hoor. Sorry. Niet meer gebeuren. Bedankt. Een hele pijnlijke boodschap gaan brengen. Dit is allemaal mijn schuld. God. Mevrouw Grijpstra wel even. Ik zou het prettig vinden als mevrouw Grijpstra hier zo lang mogelijk buiten blijft. Dat bepalen wij wel, hè. Bedankt voor uw tijd. Grijpstra? Ja, Nico hier. Ik denk dat ik wat voor je heb. Er wordt gekwaakt dat er een junk is die oud goud op de markt gooit. Waar kan ik hem vinden? Ja, wat schaaft het? Man, je hebt al genoeg gehad. Maar ik kan je ook voor een paar maanden laten zitten als je niet snel zegt waar die is. Dan maak je mij niet bang mee op Grijpstra. Luister man, ik ben in een enorm klote humeur. Ik kan naar je toe komen en dan sloop ik die hele handel van je. En jou erbij! Nou. Op het oude fabrieksterrein, bij de houthavens. Close day. Dankjewel. Wat ga je doen? Niks. Ik moet ook die kant op. Ik doe dit liever alleen. Lijkt me geen goed idee. Laat mij nou maar. Heb je hem gevonden? Nee. Misschien. Wat is er met hem? Is hij problemen? Ik ben bang van wel. Kijk eens wat ik heb gekocht. Is voor vanavond. Ik denk dat je het heel leuk zal vinden. Ja. Wat is het? Dat zal je nog wel merken. Laat even de vingerafdrukken mee. Misschien kan die er wat mee. Morgen. Tot morgen. Heb jij er nog over nagedacht? Nagedacht? Waarover? Nou. Oh, ja. Ik denk de hele dag aan niks anders. Ik heb donderdag nog wel een plaatsje. Oh. Zal ik een restaurantje reserveren?
Iets Japans, misschien is wel toepasselijk. Nou, kom maar naar mij. Lijkt me wel zo gezellig. Goed. Sta ik om 8:30 op de stoep? Ja. Bij jou? Ja. Op de stoep? Op de stoep. Oké. Tot morgen. Doeg. Meneer de Geer, ik wil u nog iets zeggen. Nou, komt u maar even zitten. Mali, die kreeg de laatste tijd wel eens bezoek van een jonge man. Ik heb hem wel eens zien lopen, zo in de verte. Ze gaf hem wel eens wat geld, zei ze. En ze had het met hem te doen. En ze was van plan om sieraden te belenen. Nou, ik heb natuurlijk gezegd dat ze uit moest kijken, maar... Ik wilde eigenlijk de directie waarschuwen, omdat ik het niet vertrouwde, maar door de drukte was het er niet van gekomen. Hoe zag die jongen eruit? Ja, een junkachtig type. Slordig, u kent het wel, met zo'n capuchon op. Waarom heeft u dat net niet gezegd? Nee, ik durfde het niet. Mali had meerdere keren gezegd dat meneer Grijpstra het niet mocht weten. Die jongen... Dat is een weggelopen zoon. Nou, slim. Had ik ook gedaan als ik aan was. Ik wist dat het een loeder was, maar ze is nog veel erger dan ik dacht. Ze klonk anders behoorlijk geloofwaardig. Oh, mooi. Nou, is in ieder geval één medestander. Hè? Is precies wat ze wil. Wat bedoel je nou? Dat ze de boel belazert om de schuld af te schuiven en jij trapt daarin. Ik trap helemaal nergens in! Als dat zo was, dan had ik dat geweten. Jaren geen teken van leven. Ik weet niet eens waar hij woont, ik weet niet eens of dat hij nog wel leeft. Volgens Hanny wilde je... Ach, ik... Ah, oh, dan heb ik weer geen geld bij me. De volgende week, Marijn. Je bent een schat, Marijke. Hoi, alles goed? Tante Mali. Tante Mali.
Kom dan, meneer. Ja, dankjewel.